Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in Apeelscha bij RCN De Roggebergloop. Wij gaan hier een eerlijke loop door de natuur doen. En we gaan eens even kijken hoe snel ik deze 5 kilometer af ga leggen. Jongens, gaan we mee naar de start. Voor de 5 kilometer. Dat denk ik hem heel pittig, hè? Ja, anders gaat hem niet. Kijk eens. En Rosso. Running simpel via film alles. Heel mooi.
Nou, we zijn er weer 3 kilometer onderweg. Dus nog maar 2 te gaan. Ik vind het een pittig loopje. Het is door het bos, heuveltje op, heuveltje af, takken ontwijken. Nou ja, het voelt aardig in de beentjes en ik voel het ook aardig aan mijn moeizame ademhaling. Hopelijk gaat het over een paar weken wat beter als mijn tabakslongetjes wat schoner zijn. Nou, er komt mij alweer wat voorbij racen. Weet ik in ieder geval waar ik naartoe moet. Volg de mensen voor je. En nou, we gaan eens even kijken of wij deze laatste 2 kilometer nog even kunnen tackelen. Gaat vast goed komen. Ik spreek jullie hoogstwaarschijnlijk bij de finish. Ik zeg tot zo. Yo. We'll be right back.
Nou, we hebben er nu 4 kilometer op zitten. Ja. Yeah. En dus nog maar een kilometertje te gaan. Er zitten alweer wat mensen achter mij te drukken. Maar nog wel op een redelijk afstandje. Ik, ja, hartslagje weer lekker 180. Die moet nog flink trainen. Komt wel goed. Ik voel me redelijk lekker. Ik heb alleen ja, een beetje ademnood. Maar dan spoelen wij straks weer weg. Met een heerlijk, lekker, Dalders mooi speciaal biertje. Waarvan ik nog niet weet welke het is. Maar dat zien we dan wel. Ik ga die laatste minuut nog even doen. Laatste minuut, laatste kilometer. Als ik die in een minuut doe, nou, dan mag dat ook wel in de krant. Ik spreek jullie bij de finish. Tot zo!
camera. Ja, rotsing uit Emmen. Mooi, hartstikke mooi. Dus even wat drinken halen bij de aanhangwagen die op het parkeerterrein staat. Daar is ook bouillon, zoals we drinken water, die startnummer leveren. En die leuke medaille. Dat was hem weer. We hebben hem gehaald. Half uurtje. En we zien elkaar nu bij de afsluiting. Nou, we hebben hem weer gehaald. De RCN Roggebergloop 2021. 5 kilometer die best wel redelijk pittig waren. Het waren flink wat zachte zandpaden, bultjes op en af. Maar goed om de conditie weer op te bouwen natuurlijk. Volgende week krijgen wij het trouwens hartstikke druk. Wij gaan zaterdags de 4 mijl van Assen lopen en zondag de 8 van Drachten. Dus het wordt een heel druk weekendje rennen en editen. Het wordt zo druk dat ik gewoon heel veel mensen nodig heb die op mijn kanaal gesubscribed zijn, geabonneerd, zodat ik wat minder kan werken. Dat zou toch mooi zijn. Dus jongens, vergeet niet, het is volledig gratis. Abonneer, like deze video en druk even op het belletje. Het helpt mij en bij 1000 abonnees gaat Google financieel voor mij zorgen. Wat leuk! We hebben ook weer een speciaal biertje mee. Nou, dit is wel een hele aparte. Het is de lamme goedzak. Nou, ik denk als ik hier genoeg van opdrink, dat ik dat misschien ook wel ben. Wij gaan hem even openplappen en we gaan dus even proeven hoe die smaakt. Het ging niet zo ver dit keer, dat dopje. De lamme goedzak, Bourgondisch blond bier. Komt ie dan? Het is een lekker biertje, maar ja, na elke run smaakt elk biertje lekker. Al is het een Amsteltje of een ander vies biertje, in mijn ogen. Wij gaan ervan genieten. Ik vind hem heerlijk smaken. We zien elkaar volgende week weer bij de 4 mijl van Assen en de 8 van Drachten. Tot volgende week. Abonneer. Abonneren. Niet vergeten.